Goedemiddag, u kijkt naar het weergenaal van weerplaza.nl. Vandaag trekt er een dik pak wolken over ons land heen. Dat komt vanaf de Atlantische Oceaan uiteindelijk onze kant op. Trekt geleidelijk aan richting Duitsland weg en zorgt vooral voor veel neerslag. Want als ik de radaranimatie erbij pak, dan is te zien dat er veel regen over Nederland heen trekt. Vanochtend begon het al met wat gespetter in het binnenland. Daartussendoor zijn er, het lijken er droge zones op de radarafbeeldingen te zitten. Maar daar viel ook van tijd tot tijd wat motregen. En in de loop van de middag komt dat enorme buiengebied vanaf het westen onze kant op. Dat het uiteindelijk in de loop van de middag over ons land heen zal trekken. En dat resulteert op veel plaatsen in 10 tot 20 mm aan regenwater. Maar in de loop van de avond dan zal het geleidelijk aan weer wat droger gaan worden. De komende dagen zijn we nog niet helemaal van de buien af. Het neerslaggebied dat over vandaag over ons land trekt zag je zojuist mooi in Nederland passeren. Maar ook morgen kunnen er nog een aantal buien gaan vallen. En dan schijnt wel wat vaker de zon. En ook vooral woensdag, dan in de avond, dan zijn er stevige buien mogelijk. Met lokaal misschien ook wat hagel en onweer. Wel is het zo dat er vanaf donderdag misschien tropische temperaturen kunnen voorkomen in het binnenland. Maar er kunnen een aantal zware onweersbuien woensdagavond boven Frankrijk ontstaan in deze regio. En die trekken dan in de loop van de nacht over ons land heen. En dat kan ervoor zorgen dat we misschien donderdag juist met wolken en wat lagere temperaturen te maken gaan krijgen. Maar daarin zit nog heel veel onzekerheid, dus daarover het later meer. Vanavond wordt het dan uiteindelijk vanuit het westen geleidelijk aan wat droger. Vooral later in de avond, dan scheet het er echt wat op. Dan, neemt, dan wordt het aantal droge perioden ook een stuk meer. En het blijft zacht met temperaturen van 16 of 17 graden. En daarbij neemt de zuidwestenwind iets in kracht af en dat is dan meest matig van kracht, kracht 3 of 4. De komende nacht dan wordt het op steeds meer plaatsen Valt En vooral in het binnenland soms nog een spatje regen en de temperatuur die daalt niet veel verder dan een graad of 15. In het noordwesten van het land komen dan geleidelijk aan wel iets meer opklaringen voor. En ook morgen overdag zien we wat meer opklaringen terugkomen. Wel kunnen er nog een aantal buitjes gaan vallen. Die buitjes die vallen allemaal wel mee. Maar tussendoor schijnt soms de zon en de temperatuur die loopt op naar 20 tot zo'n 22 graden wat verder landinwaarts. De komende dagen dan lopen de temperaturen eigenlijk alleen maar verder op. Dus de astronomische zomer, die beginnen we ook gelijk met zomerse temperaturen. Want komende woensdag, dan in het binnenland 25 of 26 graden. Met, zoals ik al eerder zei, in de loop van de avond kans op enkele stevige regen- en onweersbuien verspreid over het land, waarbij hagel- en windstoten mogelijk zijn. Nou, donderdag lijkt het dan alsof de temperatuur er nog een schepje bovenop doet. Met dan uh, op veel plaatsen zomerswarm met 25 graden. Wat verder in het binnenland, in het oosten en zuidoosten 29 of misschien lokaal zelfs wel de eerste tropische 30 graden van dit jaar. Dat heeft allemaal wel een hele grote slag om de arm. Want boven Frankrijk kunnen woensdagavond een aantal stevige buien ontstaan. Die juist donderdag bij ons uh, voor wat wolken en uh, wat buien kunnen gaan zorgen. Het is dus allemaal eventjes afwachten en meer zal de komende dagen duidelijk worden. Ook vrijdag kan het dan nog flink warm worden, met name in het binnenland. Hoge temperaturen, 25 graden, lokaal misschien meer. Maar ook dan kans op een aantal stevige regenen en onweersbuien, met daarbij ook opnieuw kans op hagel en windstoten. In de temperatuurpluim is het ook goed te zien. De bult op komende donderdag en vrijdag, met daar de hoogste temperaturen. Lokaal misschien dus die 30 graden, als het allemaal even mee zit. En wat ook opvalt, is de nachttemperatuur van komende vrijdag. Daar zien we temperaturen van misschien wel minimaal rond 20 graden. Het lijkt dus echt een hele benauwde en plakkerige nacht te gaan worden. Het is dus echt fijn als je in die nacht uh, lekker de slaapkamer flink kunt uh, koud maken met bijvoorbeeld een airco. In het weekend dan wordt het weer iets wisselvalliger, gaan de temperaturen wat naar beneden. Dan overdag waarden zo rond 23 graden. En in de nacht een stuk koeler met dan ongeveer 14 of 15 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.